Damara Stekkel is vanmorgen beëdigd als notaris en is toegelaten tot de Surinaamse notariële beroepsorganisatie SNB. Een notaris helpt mensen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Bijvoorbeeld over de koop of verkoop van een huis, het opstellen van een samenlevingscontract of zaken rond een onderneming. De notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokkenen. Stekkel heeft haar beëdiging als zeer bijzonder ervaren. Voor mij is dit een heugelijk feit en een heel belangrijk moment in mijn leven. En dit moment zou ik niet beleven zonder de mensen die ik onderweg heb ontmoet. In het kader van die ontmoetingen wil ik een aantal mensen bedanken. In eerste instantie dank ik mijn schepper voor liefde, kracht, doorzettingsvermogen en inzicht. Ik dank mijn ouders, mijn zussen, mijn partner, familie, door bloed of anders. Levend en niet meer in ons midden. Voor hun gebeden gehoord en ongehoord. Pardon. Voor de lieve woorden, brainstorm sessies en zoveel meer. Woorden dekken de lading niet. Maar als ik toch een poging mag wagen, wil ik jullie het meest bedanken voor jullie niet aflatende ondersteuning. Ik wil ook mijn patronen bedanken, met name mijn huidige patronen, meester Sarogman en meester Badal, voor onder andere hun werk- en praktijkbegeleiding, maar ook alle andere patronen, collega's en medewerkers die ik onderweg naar dit moment heb ontmoet. Vol vertrouwen streef ik ernaar een bijdrage te leveren tot verdere verheffing van dit ambt. En dit uiteraard samen met alle disciplinegenoten. Stekkel is de 37e notaris die benoemd is in deze functie. De beëdiging vond plaats bij het Hof van Justitie.